Op het heiligdom van Peerke Donders in Tilburg-Noord wordt met man en macht gewerkt om het naar Tilburgs zalige genoemde paviljoen bij tijds af te krijgen. Het unieke museum voor de naastenliefde wordt dinsdag door minister Ernst Hirschballin van Justitie geopend. Op de 200ste geboortedag van Peerke. Er wordt nog flink gewerkt om de zaak allemaal klaar te krijgen voor de aanstaande opening op dinsdag. En degene die echt heel nadrukkelijk bezig is met de inrichting van dit paviljoen is Ronald Peters van het Stadsmuseum Tilburg. Doet de exploitatie van het paviljoen. Drukke werkzaamheden, Ronald. Ja, heel druk. We staan kort voor de opening. Maar zoals je ziet zijn we al heel ver gevorderd. We staan hier in de ruimte waar Peerke Donders objecten zijn tentoongesteld. Het meest bijzondere wat je hier ziet is, en dat spreekt ook het meest in het oog, is dit orgel en harmonium. Echt van Peerke Donders geweest. Dat heeft in Suriname meegenomen om de Indianen de mis voor te lezen. Hij heeft muziek opgemaakt. De hele collectie die je hier ziet is afkomstig van paters, ridders en toeristen. Die hebben al sinds 1900 een collectie aangelegd, omdat de devotie van Peerke Donders natuurlijk al in die tijd begonnen is. Die collectie was eigenlijk opgestapeld in dozen en in rekken op de zolder van een klooster van de ridders en toeristen in Roosendaal. Daar heb ik het vandaan gehaald. Het is een bijzonder mooie collectie. We kunnen natuurlijk niet alles tentoonstellen. Nee. Zoals je hier aan de wanden ook kunt zien. Prachtige schilderijen en beeldjes kunnen vinden, kunnen krijgen voor deze tentoonstelling. Ze zijn ook allemaal opgeknapt. Het Peerke Donders paviljoen zal van dinsdag tot en met zondag open zijn. Telkens van 1 tot 5 uur.